Suriname gaat voor transparantie en efficiënt beheer van financiële geldstromen. In dat kader vond woensdag op het ministerie van Financiën de ondertekening plaats van een schenkingsovereenkomst tussen Suriname en de Wereldbank. Namens Suriname tekende Financiënminister Gilmer Hoefdraad en voor de Wereldbank Country Officer Pierre Nagy. De Wereldbank stelt $350.000 beschikbaar ten behoeve van de uitvoering van het Extractive Industries Transparency Initiative, EITI. EITI is het initiatief voor algehele transparantie en efficiënt beheer van de financiële geldstromen binnen de extractieve industrie, waaronder de mijnbouw en oliesector. Ook is een multi-stakeholdersgroep, MSG, ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de overheid, bedrijven uit de extractieve industrie en het maatschappelijke middenveld. De MSG staat onder leiding van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en is belast met de begeleiding en uitvoering van het werkplan. Het Bauxietinstituut, dat als implementatieunit functioneert, zal verantwoordelijk zijn voor de administratie en het beheer van de middelen die beschikbaar zijn gesteld door de Wereldbank.